Het gaat dus om de drie bovenste etages. Dan zie je al twee kamers die zijn leeg. Het is al voor de mensen moeilijk te accepteren dat dus de namen van de deuren verwijderd worden. Het houdt vrijwel alle ouderen bezig, de grote reorganisatie in de zorg. Er zal een hoop gaan veranderen, zegt de brancheorganisatie van zorgondernemers. Op den duur zullen alle verzorgingshuizen zoals we die nu kennen gaan verdwijnen. En dat komt allemaal door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Hoe zit het ook alweer? De vergoeding voor de lichte zorg zal verdwijnen. Dat betekent dat de verzorgingshuizen die mensen lichte zorg geven niet kunnen blijven bestaan. De verpleegafdelingen, waar zware zorg wordt gegeven, zullen wel blijven bestaan. Minstens 15 verzorgingshuizen in onze regio zullen als gevolg hiervan deels of geheel moeten sluiten. De ouderen worden opgevangen in andere verzorgingshuizen die voorlopig nog zullen blijven bestaan. De 97-jarige Nettie Verwijs is een van de laatste bewoners van woonzorgcentrum Loevestein in Den Haag. Dat op 1 januari dichtgaat. Ze verhuist volgende week naar een ander verzorgingshuis. Nou, ik vind de verhuizing is allemaal heel erg bot gezegd. En wij allemaal net voor de Sinterklaas is dat gezegd. Nou, waren we eigenlijk allemaal een beetje kapot. En waarom dan? Nou, dat alles zo opeens abrupt afgebroken wordt. Er zijn echt wel mensen bij die dat tranen met tuiten gehuild hebben, omdat ze weg moeten. Zo'n verhuizing levert de nodige spanningen op voor iemand op leeftijd. Bijvoorbeeld bij het Haagse woonzorgcentrum WZH Zuiderpark. Vanaf november waren de mensen heel erg onrustig, omdat ze wisten, dit gaat sluiten. Daar ben ik inderdaad bang voor, dat de mensen, bepaalde mensen zijn die het niet overleven. Inderdaad. Dat is echt waar. Oudere organisaties hebben gezamenlijk het meldpunt gedwongen verhuizingen in het leven geroepen om de stemming onder ouderen te peilen. We hebben nu zeg maar honderden, ergens tussen de 600 en 700 meldingen. En daar zitten schijnende gevallen tussen. Ik hoor wel mensen die zeggen, nou, ik word er zo angstig van, ik word er zo onrustig van. Ik wou eigenlijk dat ik morgen maar niet meer wakker werd. En alleen al het feit dat ze dat melden aan de telefoon of opschrijven, daarvan denk ik, dat vind ik wel schrijnend. Moeten we echt zo in Nederland met onze ouderen omgaan? Het sluiten van verzorgingshuizen is niet alleen erg voor de bewoners zelf. Wijkbewoners maken vaak ook met grote regelmaat gebruik van de faciliteiten. Ze helpen je altijd, ze zijn leuk en kortom, het was mijn tweede thuis. Toch is deze stap noodzakelijk, want het geld is op. Het aantal 80-plussers zal de komende 10 jaar verdubbelen van nu 650.000 naar 1,3 miljoen. Ja, met het groeiend aantal ouderen, als we dat op dezezelfde manier blijven voortzetten, ja, dan gaan we dus steeds over steeds meer ouderen een beperkt budget eigenlijk ter beschikking hebben. En dat betekent dat je steeds schralere zorg kunt blijven leveren. Wij geven van de hele wereld veruit het meeste geld uit aan de zorg. En dat stijgt jaar op jaar op jaar op jaar. Dus als we ook in de toekomst mensen zorg willen bieden, ja, dan zullen we dat daar wat aan moeten doen. En daarom zeggen we ook, het fijne is als mensen langer thuis blijven wonen, dat ze dat zelf plezieriger vinden, maar dat het ook goedkoper is. Ja, en zo kunnen we ook in de toekomst die zorg waarborgen. Een oplossing is dus langer thuis blijven wonen en zelf gaan betalen voor de zorg. Zou u nu zelf ook graag in zo'n huis willen wonen of wilt u toch liever zo lang mogelijk alleen of zelfstandig blijven? Nee meneer, ik wil het liefste zo lang mogelijk in mijn eigen huisje.